Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. En vandaag is een beetje een quest-test-achtig dagje. Mijn eerste vondst is niet zo bijzonder, dus daar kunnen we gauw overheen kletsen. Dit is een dopje. Het zal een medicinaal dopje zijn van de veehandel. Dan begint mijn quest-avontuur met de Q60. Daar is natuurlijk al een hoop over gezegd. Gewoon een hele fijne detector en de Quest pinpointer. Maar Quest heeft ook een nieuw model digging tool. Tenminste, die is er nog niet. Dit is testmodel 1. Ik heb twee verschillende modelletjes thuis liggen. Zien er eigenlijk op het eerste gezicht exact hetzelfde uit. Alleen de een is ietsje langer en ietsje breder. Dus ik ga nu eerst met de wat kleinere zoeken. En dan met die iets langere en bredere. En dan ga ik kijken welke ik persoonlijk het fijnste vind. Ze hebben wat aan gewichtsbesparing gedaan. Kijk, er zitten allemaal gaatjes in. Dat is niet alleen omdat het er leuk uitziet, maar dat is natuurlijk ook gewichtsbesparing. Voor de rest ziet het er gewoon uit als een grasmes en moet hij doen wat een grasmes doet. En daar hebben we de schep weer. De vorige schep had ik wat aan- en opmerkingen over. En gelukkig deelde een andere testpanel daar ook mee. Ik vond dat of dit breder moest worden of de bout kleiner. En ze hebben nu in eerste instantie voor de bout kleiner gekozen. Ze hebben een ander systeem voor het in- en uit draaien. En ze hebben deze iets verstevigd. Dus we gaan wederom kijken wat deze schep gaat doen en of het leuk is voor in de toekomst. Gek is, ik heb nou een stukje. Gek is, ik heb nou een stukje blik en een stukje lood en een dopje. Dus je zou zeggen van er ligt hier niks. En dat kan ik niet zo goed hebben. Want er liggen hier wel pijpsteeltjes en stukjes pot. En ook niet van gisteren. Dus het moet er wel liggen. Dan was ik hier de vorige keer, toen had ik ook niet zoveel, maar het is zo lekker dicht bij huis. En dit stukje veld heb ik nog niet gehad. Dus ik geef niet op. Nak gekeurd zaad. Daar moeten we het allemaal mee doen. Dat is graszaad, dat zit om een zak met graszaad. Vreselijk irritante dingetjes. Maar ja, je vindt ze wel. Misschien is er wel iemand die ze verzamelt. Het gaat eigenlijk een beetje net als de vorige keer, hè? Een paar troepjes, een paar dingetjes en dan weer een lepeltje. En dit zijn van die nare dingen om te vinden, hè? Nou, ze zijn leuk om te vinden, maar... Kijk, er zit een kraakje doorheen en dat komt... Dit zijn van die lepel en mes en vork handvaten. Die lijken aan de buitenkant van tin-achtig. En aan de binnenkant zie je gewoon dat het ijzer eruit bulkt. Dus ja, is het nou ijzer, is het nou tin? Die metaaldetector moet er even een beetje aan wennen. Hij komt wel overtuigend genoeg binnen om hem wel te graven. We zitten hier nou helemaal in een omgeving waar veel gevocht is. Dus dan vind je dit ook. Ik heb niet genoeg verstand van deze patronen, hulsen, kogels, hoe je het ook wil noemen, om meteen te zeggen wat het is. Meestal staat er op de onderkant wel iets. 33. Kijk, ik heb een nieuwe cameraman. Hoe heet je? Sydney. Nou, het ligt wel heel diep hoor.
Het is heel moeilijk graven nu. Zie je hoor. Nou, dan heb ik nog een soort mini-metaaldetector. Ik denk dat het... Is weg. Wat nu? Ja. Nu. Ja, wat nu? Nu is het weg. En hoe denk je dat het komt? Nu werd het gevaarlijk. Nee, dat noemen we een vals signaal. Dat betekent dat er een soort van ijzer in de grond zit, maar het is niet echt dat je het vast kan houden. Het is meer een beetje korrelig. En dan zit het op een hoopje en dan reageert je metaaldetector erop. Dan ga je scheppen, maar dan komt het uit elkaar en dan is het weg. Alle werk voor niks. Mm-hmm. Dat is zonde, hè? Ja. Alsjeblieft. Ja. Het is een mooi strak geluid. Het verandert niet te veel. Niet te diep. Hier zit nog in het gaatje. Oh, ik zie het al. Een stukje aluminium. Ja, dat is gewoon modern. Dat is gewoon. Maar ik zeg altijd een troepje. Maar ik neem het wel mee. Gooi ik het thuis weg. Ja. Doen we toch nog iets met het milieu? Kijk, en dit is nou waarom ik aanhoud. Ik zei net al dat ik hier geweest was en elke keer vind je niet zoveel en je vindt niet zoveel. En toch weer terugkomen en blijven lopen en blijven graven, blijven zoeken. En dan komt er toch een zilveren munt naar boven. Ik denk dat het een zilveren rijder is, een rijderschelling, 6 stuiverstuk. Hij is alleen gebroken. En gelukkig mag ik niet heel boos op mezelf zijn, want hij is al gebroken voordat ik hem opgraaf. Kijk, dit is ook een soort stukje. Ja, dat lijkt erop, hè? Weet je wat dit is? Nee. Dit is, hier heeft hij tegen de, dit is grond wat er tegenaan heb gelegen. En deze munt is uit 1600. Dus het is best wel wat geld waard. Nou, dat niet. Maar 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. Deze is 422 jaar oud. Oeh, dat is best oud. Dat is best oud, hè? Ja. Dat is nog ouder dan Sinterklaas. Nou, als jullie nou het filmpje kijken, ja. Die komt morgen of overmorgen komt die op YouTube. Ja. Daar staan jullie erin. Maar dan staat deze munt er ook in als ik hem schoongemaakt heb. Dus dan kan je zien wat erop staat. Oh, ja, dan ga ik niet kijken, ja. Nou, helemaal thuis gekomen heb ik een potje gepakt en daar heb ik citroensap in gedaan. En daar heb ik die 2 halve zilveren muntjes in gedaan. Dan laat ik ze eerst even 10 minuutjes in weken. Misschien een kwartiertje, net hoe het uitkomt. Dat is gewoon een citroensap van de Albert Heijn. Nou, ik heb hier weer een potje. En ze hebben er... Nou, ik ben ondertussen even gaan eten, dus ze hebben er best een tijdje in gelegen. En je zal zien, er blijft een beetje vuiligheid van afkomen. Ja, ik weet niet of je dat goed kan zien, maar... Ja, dat kan je natuurlijk herhalen, zolang als dat je wil. Het vuil lost op. Omdat het zuur sterker is dan het vuil. Maar het zuur is niet sterker dan het zilver, dus het zilver blijft over. Kijk, het komt er allemaal nog weer van af. Ja, dit is een beetje de munt geworden. Ja, het is niet heel veel. Hij is gebroken, hij is dun, hij is slecht. Je ziet hier nog net aan een heel klein beetje een 6 staan en het wapen.
En ik heb even een vergelijkbare munt gepakt die ik eerder gevonden heb. Ja, zo moet die zijn eigenlijk. En dan de muntkant. En dit is de rijderkant. En die zijn op dezelfde manier schoongemaakt. Gewoon met een beetje citroensap en geduld. Het is wel zo, als je citroensap gebruikt, je ziet het bij deze munt ook. Het zilver blijft altijd mooi. Want het citroensap tast het zilver niet aan. Al het vuil wat op het zilver zit, wordt wel aangetast. En alle koek, en daarom laat dat los. En dat kan je er zo afwrijven dan. Maar als een munt niet helemaal van zilver is, maar er zit een beetje koper door, dan komt die koperkleur wel een beetje naar boven. Dus dat ga je wel zien. En dat is het gevaar van citroensap. Maar goed, een leuke vondst en motiverend om verder te gaan op dat veldje om te kijken of er nog meer ligt. Dit was hem alweer. Een beetje korte video, maar ik had ook niet zoveel tijd. En ik ging eigenlijk niet zozeer voor het zoeken, maar meer om de schep te testen. En om even te kijken hoe de digging tool werkte. Nou, dat schiet wel lekker op. Daar ben ik best wel heel erg tevreden over. Nou, per toeval kwamen er twee jongens. En die hebben voor cameraman gespeeld. Dus dat is wel lekker. Ik zeg, gaan we de volgende keer weer doen. Ik ga gewoon voortaan altijd een paar jongens charteren die mijn camera kunnen vasthouden. Vonden jullie het leuk? Ja. Ja? Ja. Wil je nog een shout-out doen naar je eigen YouTube kanaal? Ja, shout-out naar Bas en Dries in het Groen. Bas en Dries in het Groen. Shout-out naar Bas en Dries in het Groen. Dus, hoop dat het wat helpt voor de jongens. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.